De waterkwaliteit van de Marowijnrivier wordt ernstig bedreigd door ontbossing en mijnbouwactiviteiten in het gebied. Dit zei president Chandrika Prasad Santokhi eerder tijdens het high-level evenement over de grensoverschrijdende rivierbekkens in het Guyana-schild. Het staatshoofd benadrukt dat de afname van de waterkwaliteit invloed heeft op de lokale bevolking. Het Bioplateaus initiatief ondersteunt sinds 2019 Suriname, Brazilië en Frans-Guyana in beter beheer in de stroomgebieden van de Marowijne en Oyapock rivieren. De indrukwekkende resultaten van de afgelopen jaren zijn een bron van inspiratie en de regering van Suriname is op de hoogte van deze resultaten. En ik wil daarvoor de organisatie van het Bioplateau initiatief bedanken voor de inzet en de aanmoediging om dit belangrijk werk voort te zetten. Het staatshoofd zei dat Suriname het eerste land is dat het Nationale Biodiversiteitsstrategie en actieplan heeft vertaald in concrete en realistische doelen voor de naaste toekomst. Hij benadrukt dat Suriname gecommitteerd is om deze uitdagingen ferm aan te pakken.